Ja, dat was mevrouw Reinildes Duivenee-de-Wit. En inmiddels bij mij aan tafel aangeschoven iemand die u misschien van gezicht niet kent, maar ik weet zeker dat u ooit iets van hem heeft gehoord of gezien ergens. Want het is namelijk een van de allerbeste en meest gewaardeerde tekstschrijvers van ons land. Nou ja, schreef voor iedereen, voor wie niet, Karin Bloemen, Jenny Arian. Zelfs voor mij heeft hij nog geschreven, dus nou ja, het is ongelooflijk. Juriaan van Dongen, Juriaan. Fijn dat je er bent. Hoe gaat het met jou? Ja, met mij gaat het heel goed. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Nou, dat is wel eens heel fijn om te horen. Het schrijverschap is natuurlijk een soort van quarantaine sowieso. Dus ja. Ik was al gewend aan een dag is mislukt, omdat je de hele dag binnen hebt gezeten en niks hebt gedaan, omdat er niks is uitgekomen. Het was al mijn normale leven. Ja. En dan nu was de hele wereld dat een beetje. Dat is de enige verandering. En ik kon me heel goed concentreren. Ik kon goed ook nog doorschrijven. Ik maak me ontzettend veel zorgen over wat er dan hierna gaat gebeuren. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het met mezelf heel goed gaat. Want ik kan me voorstellen dat, sommige mensen, waaronder ik, schuiven een theatertour wat vooruit. Dus ja, ik dacht ook, ja, ik ga voorlopig maar even geen mensen meer bellen voor een liedtekst bijvoorbeeld. Nee, ik merk dat inderdaad nu de vraag om nieuw materiaal of om een nieuwe vertaling, dat is die allemaal op de lange baan geschoven, ja. Dus jij hebt niet... Maar heb jij wel het idee dat jouw sector, zeg maar, getroffen wordt nu door deze cultuur? Die gaat sowieso getroffen worden als er, omdat in de dingen waar ik voor schrijf, de sector waar ik bij hoor, is allemaal vrije productie. Dus het is allemaal producties die nieuw gemaakt worden, dat een groot risico is, die niet kunnen rekenen op een soort van steun of die reserves hebben of dat soort dingen. Dus dat is heel erg lastig. Dat verandert inderdaad. Ja. Hey, en iedereen mocht hier, die wilde komen vertellen hier aan tafel, mocht ik komen. Waarom vind je het belangrijk dat jij hier aan tafel zit? Wat zou je graag willen vertellen? Dat ik het heel belangrijk vind dat de blikken gericht blijft op nieuw materiaal. Of het risico wat het is om nieuw Nederlands materiaal te maken. Ja. Wat een enorme... dat producenten echt hun nek uit moeten steken om dat te doen. En we hebben een paar hele goede producenten in Nederland die dat doen. Ja. Die hebben het echt zwaar. Maar als het zou verdwijnen, als die tak helemaal verdwijnt en niemand meer dat risico durft te nemen van... Want noem eens een paar producenten die echt risico's durven te nemen. Nou ja, de producenten waar ik voor werk, Moortheaterproducties, Bostheaterproducties, State Entertainment, Gave Cornelissen, ja. Die steken echt hun nek uit en die nemen risico's. En dat gaat lastiger worden, denk ik. Dat wordt lastiger, inderdaad. Ja. En hoe denk jij dat wij dat met z'n allen een beetje kunnen veranderen? Door de waardering meer uit te spreken, of de nieuwsgierigheid, of de mogelijkheid om nieuw materiaal te maken, denk ik. En door dat gewoon als speerpunt te benoemen van, dat is sowieso de functie van die producenten. Wat zijn we ze dankbaar dat ze dat willen doen. Ja. En laten we dat met meer respect en met meer... met een grote welkom op de kaart proberen. En denk je dat er ook een taak zit voor de theaterprogrammeurs? Want wat je de laatste jaren al zag zonder die coronacrisis was dat sommige theaters op safe gingen programmeren. Dus grote namen en boekten en musicals of toneelstukken die we allemaal al kenden. Ja, ik vrees dat zij gedwongen zijn om dat te doen. Omdat ze ook hun huishoudboekje rond moeten krijgen. Maar goed, als je op zaterdagavond een bekende musical boekt, dan kan je op vrijdag misschien een iets riskantere, maar wel interessante voorstelling boeken. Ja, ik weet gewoon niet hoe dat werkt. Wat ik wel een teken vind, is dat de theaterprogrammeurs en directeurs die een hart voor de zaak hebben en die groot publiek aan zich weten te binden, ook publiek sneller weten te winnen voor een wat anders. Het zouden misschien liever pleiten voor theaterdirecteuren met echt een groot hart, een beetje een grote mond en een iets grotere portemonnee misschien. Merk jij om je heen dat, ik weet, jij bent getrouwd met een acteur ook? Niet getrouwd, maar... Oh, sorry, ik dacht dat jullie getrouwd waren. Nee, dat scheelt heel erg. Met Rob Verheijen, die we allemaal misschien wel kennen uit De Luizenmoeder en Divorce. Familie Kruis. Familie Kruis. Hoe zit dat bij de acteurs? Is daar ook paniek of komt dat langzaam weer op gang? Nee, er is wel een soort van gelaten paniek van het wachten op wat er gaat gebeuren. Ja. Maar wat denk ik het meeste nu, ik noem het even kwetsend voelt, is de minachting waarmee er over gesproken wordt. Ja, verschrikkelijk. Je kan zeggen van oké, er is geen geld, er moet iets voor verzinnen. Maar de minachting waarmee iets van tafel wordt geveegd, dat gaat verder dan geld. Ja, dat is ook zo. Is het niet zo dat, bedenk ik me, dat deze crisis jou nu juist inspireert
tot het schrijven van een lied of een tekst? Of een nou ja, eigenlijk niet zozeer, want omdat het zo'n soort van mythische proportie heeft. Het is moeilijk om dat te vangen in een... En ik hoop ook dat we het zat zijn over een paar maanden, deze thematiek. Maar isolement of eenzaamheid of teruggeworpen worden op basale vormen van schoonheid of herkenning of wat dan ook. Dat zal wel altijd een thema blijven, ja. Ja. Nou ja, wat ook wel, als ik voor mezelf spreek, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar als ik opeens, ik zit opeens thuis en mijn man zit thuis, en dan komt het er ook een beetje op aan dat je denkt van, je bent natuurlijk altijd bezig met werk en zo, en dan denk ik, Het is eigenlijk wel heel bijzonder in mijn geval om te merken dat dat eigenlijk heel goed gaat. Ik heb precies hetzelfde. Ja. Ik vind het niet zo bijzonder, maar het gaat heel goed, ja. Ik ben ook verbaasd over. Ja, dat is, alhoewel, ik zei net al in een vorige gesprek dat hij wel eens zegt, wordt het geen tijd dat jij eens een keer weer even op het toneel gaat staan? Zou kunnen. Maar weet je, dat is natuurlijk wel zo. Maar over het algemeen is het ook wel fijn om te... Ik merk heel erg waar het om draait nu een beetje toch in het leven. Ja, ja, het is ja. Toch, maar goed, ik zie ook collega's die enorm in paniek zijn. En 700 filmpjes per dag maken. Ja. En dat zie ik ook gebeuren. Maar... Ik zie vooral dat ieders karakterding wat er al was... wordt ineens versterkt door blijkbaar deze kant. Versterkt, ja. Inderdaad. Julian, geweldig dat je er was. Ik wens je heel veel succes. En we hopen nog heel veel prachtige liedjes en teksten van jou in het theater... in volle zalen te mogen zien. Want uiteindelijk... willen we daar natuurlijk weer naartoe. Voor hoeveel mensen ga jij een handtekening zetten? Ja, ik denk dat er in de schrijversgroep een man of 50 zit. Ik krik dat op naar 100. Ja. Vertalers, schrijvers, toneelschrijvers, songwriters, sketchschrijvers. Dan heb je het denk ik allemaal wel gehad. Dan zit je wel aan de 100. Ja. Julian van Dongen, fijn dat je er was. De groeten thuis en zet je handtekening. Dankjewel, Richard. Okay.